Veel volgers waren heel verbaasd over een foto die Jolante op Instagram deelde. Hierop is ze samen met een vrouw te zien bij een waterval. Zo'n romantische locatie zet wel aan het denken. En veel mensen vermoeden dan ook dat Jolante nu een vriendin heeft. Kiest ze voortaan voor vrouwen in plaats van mannen? Veel mensen lijken dat wel te denken. Watervallen zijn bijzondere plekken. Zeker voor Nederlanders, omdat in ons land nergens een natuurlijke waterval te vinden is. Een waterval wordt gezien als heel romantisch. Op de foto die Jolante postte, staat ze samen met een vrouw bij een waterval. Dat is toch de ideale plek voor een prachtige date? Maar de vraag is, was dat het ook? En wie was die vrouw met wie ze staat te poseren? Het blijkt te gaan om Molly Hitchcock, een vrouw die verder geen bekendheid is. Ze houden elkaar vast, misschien een liefdevol handje vasthouden of elkaar helpen om niet te vallen. Maar mogelijk gaat het hier toch om een romantisch afspraakje, want onder de foto schrijft Jolante "Love you" met een hartje erbij. Is het mogelijk dat Jolante mannen heeft opgegeven en nu voor vrouwen gaat? Het is niet helemaal zeker. Er zijn genoeg vrouwen die I love you zeggen tegen een gewone vriendin. Toch zou het nu goed kunnen dat Jolante meer voelt voor deze brunette. Het is namelijk niet de eerste keer dat ze viel voor een vrouw. Eerder gingen er geruchten dat ze iets had met Jasmina Stoffels. Jolante deelde toen ook verschillende romantische foto's. Zelf bleef ze beweren dat Jasmina een gewone vriendin was en niet haar geliefde. Maar opeens werden er geen foto's meer van deze dame gedeeld. Was de liefde dan toch voorbij? Aan de andere kant werd Jolante in februari gespot met een onbekende man. Ze waren gezellig aan het surfen met haar zoontje Xes Sava. Jolante postte een filmpje op Instagram waarop te zien is dat de man Xes in zijn surfpak helpt. Ze schrijft erbij, "The struggle is real." Natuurlijk wil iedereen weten wie deze man dan toch was. Het is Yvonne Coldewijer die beweert dat het om een oude bekende gaat. Namelijk de ex van Sylvia Geersen, Robin Pels. Sylvia was in 2018 een paar maanden samen met hem. Maar de vraag blijft dus of Jolante toch met mannen of met vrouwen wil daten. Of misschien wel met allebei? Zelf gaf de mooie actrice aan dat ze wel openstaat voor een nieuwe man in haar leven. Ook al gaat ze niet actief op zoek. Aan Beaumonde legt ze uit, alleen zijn heeft me heel veel geleerd en daardoor ook sterker gemaakt. Ik ben lief voor mezelf, ben blij met wie ik ben en ik ben niet op zoek naar mijn geluk in een ander. Hoewel ze hier nog noemt dat ze op zoek is naar een man, is ze zeker wel open-minded. Aan Gracia vertelde ze, toen was ze nog samen met Jan Smit, dat ze best open staat voor een triootje met Jan en de tweede vrouw. En daar voegt ze aan toe dat ze in het verleden, toen ze 18 was, een keer had geëxperimenteerd met een vrouw. Ik zeg niet dat het de laatste keer is geweest. Ik ben blij dat ik het heb onderzocht. We hadden beide wat gedronken en hadden veel lol. Tegelijkertijd was het ook sexy en opwindend. Dat Jolante een relatie zou hebben met een vrouw is dus niet zo heel ver gezocht. Maar of er nu sprake is van liefde voor Molly, met wie ze nu op de foto staat? Aan Gracia vertelde Jolante in 2021 dat ze verbaasd was over de vele roddels over haar liefdesleven en het gerucht dat ze verliefd zou zijn op Jasmina. Ze zei hierover, "Nu ben ik weer lesbisch met een vriendinnetje van mij. Dat komt letterlijk uit de duim." Ze reageert over het verhaal over haar en Jasmina met de opmerking dat zij gewoon goede vriendinnen zijn. "Ze is het nichtje van mijn beste vriendin Fitra. Ik ken haar familie al sinds mijn 8e. We noemen elkaar ook nichtjes. Jasmina woont ook in Los Angeles, dus we zijn daar vaak samen." Maar hoe zit het dan met haar relaties? Gaat ze voor mannen of vrouwen? Jolante geeft aan dat ze de toekomst met een open vizier tegemoet gaat. "Ik sta open voor wat het leven me op mijn pad brengt. En dat kan van alles zijn. Dat heb ik inmiddels wel geleerd." Jolante vindt het lastig om te bepalen hoe ze moet reageren op dergelijke roddels. Als ze niet zou reageren, gaat het een eigen leven leiden, want mensen denken dat het wel zou kloppen. Maar als ze er wel op ingaat, zal het alleen maar meer de aandacht trekken. "Het is moeilijk om het goed te doen, dus ik probeer het gewoon te laten." Uiteindelijk geeft ze aan voor de liefde altijd open te staan en ook om liefde te geven. Maar alles eromheen moet wel kloppen. Dan pas kan een relatie werken. "Ik zou heel graag nog eens moeder worden en ik heb ook heel sterk het vermoeden dat dat op een dag gaat gebeuren." Wat de liefde betreft, lijkt het erop dat het voor Jolante alle kanten op kan gaan. En daar is niks mis mee. Laten we hopen dat ze binnenkort de ware liefde vindt.